Ik vind het eigenlijk wel heel eng, want je hele huis is op zijn kop voor 3 weken lang. Het is zeker spannend voor de bewoners. Maar ik heb er het volle vertrouwen in. We hebben alles heel goed voorbereid en de huurder meegenomen in het proces. We beginnen met een woon-wensenonderzoek. We vragen dus alle huurders van de wijk wat ze van de woning vinden en wat de wensen zijn. Dat zijn soms kleine dingen, dat zijn grote dingen. Maar iedere wens is belangrijk en we nemen dat zoveel mogelijk mee in onze plannen. Daarna dan, komt het huisbezoek. Dan gaan we kijken in de woning. Wat treffen we aan? We leggen uit wat we gaan doen, wanneer we wat komen doen. En we ook natuurlijk kunnen de bewoners gewoon vragen stellen. Ze gaan de badkamer, het wc en de keuken. En dan gaan ze nog de cv-ketel, zonnepanelen, ventilatiesysteem aanleggen. Er wordt naar de leidingen gekeken ook. En eigenlijk wordt alles vervangen. Ja, qua comfort zou het toch wel een stuk prettiger zijn. Ja, het gaat in ieder geval comfortabeler worden in de woning doordat we die aanpassingen doen. Hè. Het zijn allemaal energetische maatregelen. En dat levert natuurlijk een voordeel op in je stroomverbruik. Nou, we gaan op deze nieuwe manier gaan we 1400 woningen per jaar aanpakken. Ik ben er zelf erg blij mee. Je ziet ook dat de huurders met steeds meer vertrouwen het onderhoud ingaan. De modelwoning waar we nu in zitten, die helpt daar ook bij. Je ziet dat mensen zich geen beeld meer hoeven vormen in het hoofd van hoe het eruit komt te zien, maar gewoon in de praktijk kunnen zien hoe het hier wordt. Natuurlijk brengt het ook veel overlast met zich mee en vraagt het ook wat van de mensen. Maar je ziet wel, en doordat we veel contact hebben, dat men er positief in staat.